Ik wil gewoon een laadje uit mijn droger dat gewoon daar één voor één die kledingstukken, dat het gewoon gestreken is al. Oh, en opgevouwen. Oh, ja. Oh ja, nee, dit is echt top. Oh, die heeft bij mij thuis Liz. Hallo? Hallo. Hi, moeders, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oh, je zit in de uitzending bij 538. Hallo, moeders. Ja, ik hoor het. We zaten het al te luisteren. Dat is goed. Maar ben je druk? Nee, we zitten lekker bij de zus. Oh, heerlijk. Dan hebben we vanmiddag ook al geluncht. Ja, dan zitten we nu lekker aan het drankje. Oh, wat goed. Heerlijk. Wat heerlijk. Dat klinkt zij gezellig. Ja, nee, ik heb een hele lieve en gezellige moeder, absoluut. Maar ook al het feit dat ze zei, ik kan die avond niet. Ik ben een beetje druk, is gewoon heerlijk. Maar goed. Ja, toch? Moeders, het is geregeld, denk ik. Tenminste. Ja, wij gaan eventjes een kaartje fixen, moeders. Ja, donderdag gaan we komen, hè? Oh, donderdag. Oké, ook nog ijzer stellen. Okay. We hebben het nu even opgevoerd. Ja. Dan word ik niet meer gepest op mijn werk. Ja. Komt helemaal goed, Maurice. Oké, is geregeld voor donderdag. Fijne avond. Yo, love you. Hoi, met Jan. Jan, vertel, wat voor goors heb jij in je eten gevonden? Nou ja, we hadden vroeger de melkboer en die bracht van die flessen melk bij de voordeur. En toen mogen wij een lekker glaasje melk inschenken. En toen zagen we iets grijs langs het glas drijven. Oh. En bleek er gewoon een muis in de fles te zitten. Oh, in de melk. Nee. In de melk. In de melk, ja. Ja. Oh. Dus jij een zeef pakken en gewoon een glaasje melk inschenken? Nee. Ja. We waren gelijk klaar, we hadden geen trek meer. Nee, dat snap ik. Het. Hoi, goedemiddag. Ik kan het woord karakteristiek. Cabaretier. Ik kan het wel. Hey. Ja. Ja. Ik struikel er wel steeds over. Ja, een woord waar ik niet kan uitspreken is concentratiebureau. Concentratiebureau. Dat ding. Ja hoor.